I'm going to read you the Universal Declaration of Human Rights. The preamble. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice, and peace in the world. Now, therefore, the General Assembly proclaims this Universal Declaration of Human Rights as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms, and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance. Article 1. All human beings are born free and equal. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn uitgerust met verstand en geweten en behoren zich onder elkaar in een geest van gemeenschap te gedragen. Iedereen heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, genoemd in deze verklaring, zonder enig onderscheid van welke aard, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt op basis van het land waartoe iemand behoort.